Jongens, kom eens allemaal even bij elkaar. Ik heb mooi nieuws. Jullie zijn de winnaar geworden in de categorie Sportteam van het Uniek Sporttalent 2018. Yeah. Jullie hebben echt je best gedaan. Dit team van ons, dat heet de Keistadrollers. Twee derde van de jongens die hier zitten, hebben een spierziekte. Dat wordt alleen maar erger, kunnen de handen niet meer gebruiken. Vandaar dat je bij ons ook veel jongens ziet met een vaste stick. Het is 4-4 of 5-5. Dat vind ik ook het leuke van een teamsport. De een maakt eens een keer een foutje en de ander. Maar met elkaar, zoals vorig jaar, kampioen geworden. Ja, dat geeft natuurlijk een fantastisch seizoen. Het is iets wat... Voor mij en voor iedereen in het team, denk ik wel een hele centrale plaats in ons leven inneemt. Ik heb hier heel veel mensen leren kennen, waarvan een heel aantal heel dicht bij mij staan. Iedereen die in de rolstoel zit zou dit eigenlijk moeten gaan doen. Dat is het mooie aan rolstoelhockey. Wat je ook markeert, er is een rol voor jou. Als sporttalent van 2018, ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk dat we dat hebben gedaan. De unieke sporttalenten van 2018.